En die Nederlandse Rally Racing Toprijs, niet alleen het Europees kampioenschap, maar ook het Nederlands kampioenschap. En dat heeft dit jaar geen zomerstop. Half juli werden de voorlaatste wedstrijden verreden van het kampioenschap. Volgend weekend staan de finale races op het programma. In de Nederlandse Rally Racing Sport zijn er drie klassen. De Compact Cars, de Euro 2000 en de Supercars. Wij volgen vooral de Euro 2000. Rijders vinden het fantastisch. Wat vindt het publiek ervan? Ik ga rechts hard zo die bocht in. Ja. Snel, hè? Vier rondjes, even snel. Spektakel. Het publiek kreeg tijdens de wedstrijden half juli de gelegenheid om mee te rijden met de deelnemers aan de Euro 2000-klasse. Voor één keer dus met z'n tweeën in de auto. Het leek me van tevoren al gek, maar dit is gewoon nog veel beter als erover nadenken natuurlijk. En dan de klasse die wij volgen in de heilige koel, het Euro 2000 kampioenschap. Dat staat open voor tweewiel aangedreven auto's met een maximale cilinderinhoud van 2000 cc. Is een beetje Nederland-België confrontatie, want behalve dat de deelnemers rijden op het Eurocircuit in Valkenswaard, wordt er ook gereden op circuits in België. Dit is de tussenstand in het kampioenschap. Regerend kampioen Jochen Kooks leidt met de Volkswagen. Wordt hij dit jaar kampioen? We staan 11 punten los in het kampioenschap en we zitten nog voorlopig op rozen. Patrick is er volledig klaar voor. Ik heb hem net zien trainen. Die haalt als een speerman. Die gaat er enorm van dood. Al dus de monteurs. In de wereld van rally racing zijn het meestal de rijders die trouwens sleutelen aan de auto. En niet de monteurs, want sommige rijders hebben geen eens monteurs. Uitzonderingen zijn er wel. Team van Mechelen met in totaal zo'n 10 mensen. Ik krijg alleen graag en de rest daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Ik kan wel doorgeven. Ik zit met dat of dat probleem en kunnen we daar een oplossing voor zoeken. Maar zelf sleutelen doe ik niet. En dan een ander team. Daar sleutelt de rijder vaak zelf. Af en toe met behulp van. Nou, twee is beter. Anders moet je zelf zoveel doen dat je je rust niet meer kunt nemen. Dat is gewoon nodig. Over de dag verdeeld worden er drie manches verreden waarin een tijd neergezet kan worden. Tussen de manches zit ongeveer een uur de gelegenheid om aan de auto te sleutelen. De snelste 7-8 melden zich dan aan het einde van de dag voor de absolute finale, de A-finale. Links in beeld is het met de rood-blauwe Volkswagen Jochen Kooks. Kooks is de regerend kampioen in de Euro 2000-klasse en ook dit jaar weer een maatje te sterk voor de rest van het veld. Af en toe zijn het een aantal rijders die het mogen proberen, zoals hier Jan Huibs, rechts in beeld met de Mitsubishi. Huibs gaat weer kapot en Kooks is dan gewoon er als een haasje vandoor. En mag voor de zoveelste maal dit seizoen op weg gaan naar een overwinning. Zijn Volkswagen Golf is gewoon te snel. Professionele klasse deze Euro 2000, waarin steeds meer nieuwe auto's komen, zoals de nieuwe Seat Cordoba. Maar ook de Mitsubishi Charisma en Renault Megane'tjes zijn erbij. Veel verschillende soorten merken en auto's actief in deze klasse. Jochen Kooks, hij wint gemakkelijk de voorlaatste wedstrijd van het kampioenschap. Zaterdag 21 augustus tijdens de finale races hoeft hij alleen nog maar te finishen om kampioen te worden.